De Alpistar Reef is een lichtgewicht zomerhandschoen ideaal geschikt voor de sporttoerrijder. Ik ben Marjolein van Motorkleding Center en in deze review ga ik je alles uitleggen over de Alpistar Reef beschikbaar bij Motorkleding Center. De Alpistar Reef is speciaal ontwikkeld voor de sporttoerrijder. Dit kunnen we zien door het uiterlijk van de handschoen. Het is een vrij sportieve handschoen. Dit komt omdat hij wat korter is en knokkelprotectie heeft. Nou, dit maakt het allemaal dat hij er wat sportiever uitziet, maar ook geschikt is voor de toerrijder. De handschoen is ideaal voor de zomer. Dit komt omdat het een heel dun materiaal is, waardoor er gewoon lekker veel wind doorheen kan komen die je handschoenen goed kunnen verkoelen. Maar hij is niet waterdicht. Dus hou er rekening mee tijdens de natte seizoenen of de winterseizoenen dat je dan eventjes overstapt naar bijvoorbeeld een mid-season handschoen. De handschoen is heel licht van gewicht, maar dat neemt niet weg dat hij wel veilig is. Hij is namelijk gemaakt van een slijtvast textiel materiaal. Nou, textiel heeft als eigenschap dat het heel soepel aanvoelt, gewoon lekker aanzit, maar tegelijkertijd wel de slijtvaste protectie biedt die je van een motorhandschoen kan verwachten. Buiten dat het materiaal slijtvast is, zien we dat ook op de kritische delen van de hand deze extra beschermd zijn met een protectie. Kritische delen wil zeggen dat dit de delen zijn van je hand waar je extra bescherming nodig hebt mocht je komen te vallen. En die zien we bij deze handschoen op de knokkels. Er zit namelijk een PVC knokkelprotectie. Deze valt mooi voorgevormd over je hand, over je knokkels heen, waardoor die niet vervelend zit, maar wel de protectie biedt die je nodig hebt. Ook zit deze protectie aan de binnenkant van de handen. We zien het hier aan de binnenkant van de handpalm dat hier een heel zacht, maar wel heel stevig materiaal zit. Ook deze zorgt weer voor dat hij extra bescherming biedt waar je het nodig hebt. Verder zien we dat deze handschoen wordt afgesloten met een klittenbandsluiting. En deze zorgt weer voor dat de handschoen goed kan aansluiten om je pols heen en dus ook nergens kan heen gaan verschuiven. Wanneer we de handschoen aantrekken, dan zien we hier dat je er gemakkelijk in kan. Het is ook een hele, hele beweegbare, hele stretch handschoen. Dus daar kom je gewoon lekker makkelijk in. Je kan hem goed afsluiten hiermee. En als we dan naar de binnenkant van de handschoen gaan kijken, dan zien we hier zo dat er een soort suede leerlaag aan de binnenkant zit. Deze is er weer voor gemaakt dat je extra grip hebt, maar tegelijkertijd ook weer extra bescherming hebt. En buiten dat zit er ook nog een leuk patroontje in om hem wat stijlvoller te maken. We zien hier aan de binnenkant van de handschoen ook een extra stukje leer. Deze is ervoor gemaakt dat je ook weer extra grip hebt op de plekken waar je dat nodig hebt. Dus tot slot naar de wijsvinger kijken zien we hier een touchtip zitten. Deze kun je gebruiken wil je bijvoorbeeld je navigatie of je telefoon bedienen. Dan kan dat dus met deze touchtip. Wanneer we dan naar de voorkant van de handschoen draaien, dan kunnen we dat niet zien aan de buitenkant. Maar aan de binnenkant van de knokkelprotectie zit nog een extra foamlaagje. En deze zorgt ervoor dat hij gewoon goed lekker zit op je handen. En dat je geen last hebt van die knokkelprotectie op je knokkels. Vond je deze video nou nuttig? Geef ons dan een duimpje omhoog. En ben je nou benieuwd welke maat perfect is voor jou? Klik dan op deze video hier links in beeld. Heb jij je nog niet geabonneerd? Klik dan even op de subscribe button. Ik hoop je snel te zien in een van onze winkels of op onze webshop. Ik ben Marjolein, bedankt voor het kijken.